Vandaag gaan we jullie een paar oefeningen geven om de pistol squat te doen. We hebben 3 oefeningen voor jullie. En dan nog wat extra hulpmiddeltjes om je pistol squat te verbeteren. De eerste stap van de pistol squat heb je een verhoging of een stoeltje of iets nodig die je kan gebruiken. Deze stap is om de 2 delen van de pistol squat te oefenen. Het eerste gedeelte en het tweede gedeelte. Het bovenste gedeelte oefen je door 1 been naar voren te doen. 1 been op de grond. En je gaat zitten op de verhoging. En je komt omlaag. Belangrijk hierbij is dat je rechtop blijft. Je hak op de grond houdt. Je kunt je handen naar voren doen om te zorgen dat je rechtop blijft. Deze manier. Het onderste gedeelte, train je als volgt. Je zet je handen op de verhoging. 1 been naar voren. En je maakt een dipje naar beneden en omhoog. Weer een dipje naar beneden en omhoog. Dit wissel je steeds af van been. Je maakt ongeveer setjes van 5 steeds. En dan je andere been. En dan doe je er weer 5. En het is de eerste stap. Oké, voor stap 2 heb je iets nodig waar je aan vast kan houden. Dat kan een deurkozijn zijn of een trappoot of een tafelpoot. Mag je zelf kiezen. Wat je doet, je pakt hem vast als ondersteuning. Dan doe je weer 1 been naar voren. 1 arm naar voren voor een rechte rug. Je zak naar beneden. Knie naar voren. Hak op de grond. En je kunt je vasthouden aan dat wat jij gebruikt. En op die manier heb je nog net wat extra ondersteuning om te blijven staan. Stap 3 is dat je hem zonder ondersteuning gebruikt. Dus je doet hem los zonder iets vast te pakken. Je doet je arm naar voren. Je bent je knie naar voren. En belangrijk is dat je een bounce gaat hebben. Dus dat je naar beneden gaat en in 1 keer doorbounce. En dan, Jorien, laat hem nu even zien zoals het niet moet. Je gaat naar beneden, je zit stil en dan kom je niet meer omhoog. Dus wat doe je? Je duwt je voet naar voren, hak op de grond, naar beneden, bounce en door. Dan maak je het voor jezelf makkelijker, op deze manier. Een extra hulpmiddel kan zijn om je pistol squat te oefenen is een boek of een houtplankje of iets. Die je op de grond kan leggen waar je met je hak op kan staan, dat die net wat hoger is. Dat kan het net iets makkelijker maken om te zakken en omhoog te komen. Nog één hulpmiddel kan zijn is dat je iets pakt wat je gebruikt als tegenwicht. Dus het moet wel een beetje zwaar zijn, maar niet te zwaar wat je voor je houdt. En dat gebruik je dan als tegenwicht om mooi rechtop te blijven op deze manier. Een laatste hulpmiddel kan zijn is dat je je voet voor vastpakt op deze manier. Zodat je ook mooi rechtop blijft en een tegengewicht hebt voor jezelf. Om rechtop te blijven. De ene vindt dit fijn, de andere niet. Deze stapjes, de 3 hulpmiddelen, dus iets onder je hak, iets voor je vasthouden of je voet vastpakken, kun je vanaf stap 1 al gebruiken. 1. Dit waren de stapjes om voor jullie een pistol squat thuis te oefenen. Ik wens jullie heel veel succes ermee en ik hoop dat het zo lukt.